gang was keurig. We hebben een lekker glaasje gedronken, een klein buitje gehad. Gelukkig, hij nog wat gevangen. Jammer die regen. Top, heel goed, heel leuk. Hoe was de zee? En de haringen waren lekker en de zee was rustig. We hebben lekker op de Fortuna even lekker beneden kunnen zitten en oude verhalen opgehaald. Ja. Met iedereen gepraat, alles een beetje uitgewisseld, levenservaringen uitgewisseld. Mensen die je de hele tijd niet gezien hebt, er even mee gepraat. Nu nog een beetje droog. Het was vandaag voor de 2e keer dat we dit gedaan hebben. En het was weer uitstekend. Ik jammer van de regen. Maar voor de rest was het weer heel goed zelfs. De mensen hebben weer genoten. Het is elk jaar een hele opgave, maar ik probeer het elk jaar nog te doen. Alle sponsors aanschrijven, voor de haring zorgen. De schepen voor zorgen als de Fortuna moeten naar binnen komen. De trip moeten we charteren. We moeten 236, die is vandaag voor het eerst ook meegegaan. Daar moeten we voor zorgen. We zorgen eigenlijk overal voor. 14 jaar was toen ik naar zee ging. Vrijdag zat ik nog op school. Kort over 4 kwam mijn vader me halen van school. En die vroeg aan mij: Corrie, wil je veren? En ik durfde geen nee te zeggen, want ik wist dat er geldgebrek was thuis. Dat resulteerde in zaterdagochtend 7 uur in de bus naar Vlaardingen. En ik heb gehaald om mijn moeder, omdat ik als klein jongetje naar zee moest. 4 dagen later kreeg ik een ongeluk aan boord. Toen lag ik in Engeland in het ziekenhuis. Ik sprak geen woord Engels. Dus dan voel je eigenlijk dus alleen op de wereld. Allemaal goed gekomen. En later ben ik dus op de trollen gaan varen. Als 14-jarige, als 15-jarige, hard werken. Kuitziekers meegemaakt in Ierland. Dat is 3 keer 24 uur werken. Nooit een keer slapen. En dat was het leven toen aan boord. Is nu niet meer voor te stellen. Toen brak de staking brak uit, de visserijstaking in 1963. Ben ik op de kotter gevaren. Ik kreeg een ongeval op de kotter. En datzelfde schip is vergaan toen ik in de ziekenbed liep. Toen ben ik op Scheveningen gaan varen, 2 jaar. Daarna op de Trident, onderzoek in vaartuig. En na een jaar moest ik in dienst bij de marine. Oké, na de marine, 5 jaar in Zeeland, naar Rijkswaterstaat. En dat was mijn varenstijd. Het was je leven, je wist niet beter. Dus als jongetje ben je dus geconfronteerd met je vader vaarde, x aantal mensen uit de familie, iedereen vaarde. Dus je vond het heel normaal dat je ook ging varen. Mijn naam is Cor Vrolijk, onder de jongeren van toen. Ja, Corretje Vrolijk. Ik kwam van Scheveningen, ik woon nu in Limburg. Ik ben driftig op zoek naar een woning of woonruimte. Ik ben tevreden met 1 kamer. Ik ben terug naar Scheveningen, omdat het gevoel van hier, dat raak je nooit kwijt. En daar voel ik me thuis. D36 deed het heel goed. We waren in volle zee, leek wel een vlootje, 3 schepen onder elkaar. Alleen er ging een beetje regenen, maar dat kon de pret niet drukken.